Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Spyro 3 hier op de Dragon. Vandaag is het tijd voor Egypte. Ja, joh, maar goed, Egypte. De vorige aflevering hadden wij kristallen. Hadden wij een laboratorium waarin wij als een aap speelden die iedereen neerschoot. En vandaag hebben we Egypte. Ja, de Middernachtberg heeft echt geen idee van plotcohesie of designcohesie of wat dan ook. Het is gewoon, we gooien maar dingen door elkaar, succes. Het enige wat ik kan bedenken is dat het allemaal referenties zijn naar specifieke horrorfilms. Wat op zich raar is, want als je het vergelijkt met heel veel andere werelden van de vorige paar games. Spyro 1 is daar het duidelijkste in. Alle werelden hebben een bepaalde gimmick. Artisan op basis van de draken zelf. Sommige onderdelen meer over andere. En alles had een soort van ideeën. Het zijn grotten, het zijn ijsgrotten. Of droomdingen. Spyro 2 had je al wat willekeurigs, maar dat kun je nog aan elkaar koppelen door middel van, nou ja, de gimmick van de werelden had een bepaalde... Nou, bepaalde onderdelen, laat ik het even zomaar houden. Bepaalde onderdelen of bepaalde characters die gedeeld konden worden. Hier, fuck it, alles is toch gewoon door elkaar. Ja, waar we het vandaag over gaan hebben zijn weer de mooie levels. We beginnen met Midnight Mountain. Dit is ook de eerste homewereld in de game die geen power-up gate, Sergeant Bird, in geen enkele van de levels heeft. En de enige die er is... is waar Spyro kan doodgaan door vallen zonder het gebruik van glitches. Geinig genoeg, als jij vecht tegen de sorceress, wat je kan doen, dit is op zich een hele makkelijke om te doen, zonder dat jij agent 9 bevrijdt, alsnog gaat hij jou helpen zonder dat jij agent 9 ooit hebt ontmoet. En ja, dat is op zich een hele makkelijke, want de sorceress ga je direct tegen vechten. Je hoeft er geen dingen voor te unlocken, want op dit punt heb jij al aardig wat eieren. Dus voor de andere kwam je misschien eieren tekort of gems tekort. Nu is dat niet het geval, omdat jij alles al hebt op dit punt. Jij hebt al je onderdelen, je hebt al je eieren en je hebt al je gems. Dus sommige levels kan je gewoon skippen omdat je al alles hebt. Dus je skipt er gewoon doorheen, je runt er doorheen. Succes, agent 9 gaat je helpen. Nou... geinig genoeg zijn de andere hulpers dat niet. Nou. Geinig genoeg is er ook een Catch the Thief Egg. Die je kan doen in de realm. Deze kan je oppakken. Voor en na de sorceress. Nou, voor is makkelijk. Dan is het hetzelfde zoals altijd. Maar doe je het na. Dan is het eigenlijk gewoon te pakken. Zonder problemen. De Skybox is een aangepaste versie van de Dark Passage. Skybox. Van Spyro the Dragon. In de oorspronkelijke versie had Zoe naast de super bonus round. In de Reignited trilogie is dat niet het geval. Daarnaast heeft Muntjes wat aangepaste praatanimaties. Voor merendeel van al zijn, nou ja, appearances in Year of the Dragon. Alleen, op een bepaald moment gaat hij gewoon terug naar zijn standaard salesman manier van praten. Dus dat is op zich wel interessant, want hij wordt een hele lange periode wordt hij gewoon achterna gezeten. Nou, we hebben Crystal Island. Je weet de standaard swim in the air glitch, waar ik het al vaak over heb gehad. Voor de rest, De Crystals is een van de twee realms in de game die geen Rhinoceros hebben als enemies. De andere is Dinomines, waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar ja, Dinomines heeft dinosaurussen. En de Rhinoceros en dinosaurussen lijken veel op elkaar, dus dat vind ik het ook niet zo heel gek. Daarnaast, als je tegen Muntjes nee zegt, verandert hij jou in een blauwe egel, wat de referentie is naar Sonic the Hedgehog. En geinig genoeg, de glijbaan in het sublevel van dat level is de enige sublevel in de game waarin je geen ally of enemy character hebt. Een hele rare referentie, een hele rare iets, maar op zich.
Nou, oorspronkelijke versie in alle versies van de game, met uitzondering van de Greatest Hits versie, deelt de Crystal Islands hetzelfde thema als met Seashell Shores. En de Realms Appearance is vergelijkbaar met Night Flight en Crystal Flight van Spyro the Dragon, waar het voornamelijk gefocust is op de kristallen. En het is een recorded versie van de Night Flight Skybox. Ja, en using the Superfly power-up in het grootste stuk van de game kan je alle portalen zien, alleen je kan geen enkele van de portalen in door middel van het gebruik maken van die power-up portal. Dat laat gewoon zien dat jij alleen de sublevels in kan gaan met Vanille, Spyro en nooit met een ability. Dan hebben wij. En ik dacht dat dit Spyro 2 was, maar Desert Ruins was de Spyro 1. Spyro 1, Spyro 3. Hier zit de Tomb Raider reference in. Ja. Nou, voor de rest. In alle versies, behalve de Greatest Hits versie, yada. De Realm 4 muziek speelt exact hetzelfde als degene in de Enchanted Tower sublevels. Als je het portaal bekijkt van de Midnight Mountain ziet het onderste gedeelte er blauw uit, maar wanneer je de portaal ingaat is het groen. En dit gebeurt alleen maar in de NTSC versie. En niet in de PAL versie, wat dus gewoon laat zien dat sommige kleuren gewoon aan zijn gepast en nooit een tweede controle daarvoor is geweest. Toegegeven, dat is ook niet echt iets waar je een tweede controle voor inplant. Dus ik kan op zich nog wel begrijpen waarom ze dat erin laten. Nou. Voor de rest is het mogelijk om een proxy jump te doen op het portaalframe, waardoor jij Spyro een gigantische speedboost kan geven, waardoor hij gelanceerd kan worden in de lucht. Dit is ook wel bekend als de helmet proxy. Waarom het de helmet proxy heet, ik heb geen idee. Proxy ja, helmet nee. In Desert Ruins, een van de ratten heb ik al gezegd, heet Tara, wat een referentie is naar Lara Croft. En geinig genoeg, haar vriendje in die game, Gus, lijkt op een gemcutter van Glimmer. Daarnaast is er nog een tweede character reference. De eieren in Sheila's sublevel in Desert Ruins zijn Crash Kangaroo en Crash Kangaroo 2, een reference naar Crash Bandicoot. Het sublevel is een sidescroller en Sheila zegt dat het een beetje een old fashioned pleasure of yesteryear. Wat voornamelijk een referentie is naar 8-bit en 16-bit games die uitkwamen in de 80 en 90 jaren. En daarnaast, ook al is Sheila niet gerescued op dit punt, ik zou het heel knap vinden als jij Sheila op dit punt nog steeds niet hebt bevrijd, kan je alsnog naar binnen. En er is ook een deur die opengemaakt kan worden in Desert Ruins. En het wachtwoord voor die deur, en daarvoor moet je muntjes betalen, is gullible, ofwel goedgelovig. Ofwel, wij hadden hem zelf kunnen invoeren, alleen maar ja, muntjes is zo'n gigantische douchebag dat wij daarvoor moesten betalen. Hunter's sublevel is gebaseerd op een variatie van Aquaria Towers, waarin je ook de robothaaien ziet, Hunter's scuba outfit, de manta ray en zelfs de skill point. En de firebriefers lijken op de Electro-Norks van Beastmakers. Maar in plaats van elektriciteit gebruiken zij vuur. En op deze manier kan jij oefenen met de slide. Alleen de slide van de kristal is iets breder. De slide van deze is iets smaller. Met als gevolg jij wel moeite om duidelijker te gaan mikken. Dan hebben we de Haunted Tomb waarin we nu zitten. Nee, we hebben al de riddles. Je hebt dan een Algeus riddel. I am a vessel without hinges, lock or lid. Yet within my walls a golden treasure is hid. What am I? Dat is een ei, omdat het meer van de tijd een dooier van een ei. Wordt ook wel geel genoemd, ofwel goud. Dus een gouden schat zit daarin. Jamal's riddle, if one dragon can lay one egg in 12 years, how long would it take for 100 dragons to lay 100 eggs?
En dit is gewoon heel flauw, want 100 draken leggen beiden één ei specifiek. Dus omdat ze één ei specifiek leggen en één draak legt één ei, nou, dan leggen 100 draken 100 eieren, dus 12 jaar. En is op zich een leuke. I follow you wherever you go, but the more of me you take, the more you leave behind. What am I? En dat zijn voetstappen. En dan weet je wat, dat vind ik op zich nog een leuk raadsel. Want voetstappen verdwijnen na verloop van tijd. Nou, wat referenties over het algemeen. De naam van een van het babydraak MJ is een referentie naar Cerny gamer designer en producer Michael MJ John. En het kan ook een referentie zijn naar Michael Jackson. En een van de Egyptische honden is vernoemd naar Al-Ghayr, ofwel de Insomniac designer Brian Al-Ghayr. Nou, een andere Egyptische hond is vernoemd naar Dan Johnson. En Johnson staat ook bekend om zijn referenties in heel veel games, ook wel in Ratchet & Clank. En als je goed kijkt in sommige wanted posters in specifiek dit level, dus Dino Mines, kan je hem mogelijk ook zien. En hier is ook een ei vernoemd naar Dan. En als je MJ bevrijdt in de Haunted Tombs, is hij aan het jongleren met drie ballen. En dat is ook de enige kerk die dat doet in deze game. En een van de dingen die je kon aangeven in Al-Ghayr's raadsel is een bandicoot, ofwel een referentie naar Crash Bandicoot. Oorspronkelijk zou de realm niet Haunted Tombs heten, maar Catacomb Caverns. Naar mijn mening was Catacomb Caverns veel beter geweest, want alliteratie. En catacombes waren meer een ding voor speciale personen. Maar ja, dan had je ook nog kunnen zeggen van oké, tombes, ja. Twisted Tombs zou ook leuk zijn, omdat je een beetje als een doolhof er doorheen gaat. Nou, in alle versies van de game, behalve de Greater Cities versie, gebruikte de realm hetzelfde thema als Cloud Spires. En soms lijkt het alsof de Scarab Beetles in de lucht lopen. Om een of andere reden, weet ook niet waarom. En een glitch kan je doen waardoor je de Arena 9 in kan gaan met Spyro. Hoe je dat getriggerd kan worden is gewoon goed gebruik maken van de frames en op die manier kom je er ook in. Is het raar? Ja. Is het goed gecheckt? Uiteindelijk in de Reignited versie is alles goed gecheckt. Nou, in de Agents 9 sublevel wordt het thema gespeeld van Agents 9's lab. Nou, daar heb je ook, daarnaast heb je ook nog wat hiërogliefen op de muren. En die verwijzen allemaal naar echte hiërogliefen en kunnen gelezen worden als Spyro, ofwel Spirewit, en Diragmen, ofwel Draak. Maar ja, die hiërogliefen zijn wel gestylized upside down in sommige gevallen, dus daarom zijn ze wat moeilijker te lezen. En dat maakt ze soms wat moeilijker om te zien wat er precies staat. Dus ik vind het op zich heel knap dat mensen daadwerkelijk de moeite erin hebben gestopt om het daadwerkelijk te lezen. Want ik had echt niet de moeite daarin gestopt. Want fuck it, sommige dingen zijn gewoon het niet waard om te translaten. Nou, dan hebben we nog een paar levels. Je hebt agent 9's laboratorium. Is het de home realm van agent 9? After completing an arena, the professor can be seen using an unknown teleportation device. Ja, hij kan dus teleporteren en hij geeft die vaardigheid nooit aan ons. Betere vraag is, hoe werkt die teleportatie? Dat weten wij ook niet. Mogelijk kon het naar andere realms gaan, mogelijk ook niet. Wij zullen het nooit weten. Als het alleen maar gebruikt kan worden in hetzelfde level, zou het alsnog aardig sterk zijn. Maar ja, je kon gewoon een andere stuk van level in. Geinig genoeg, het eiland is omgeven door water. Alleen als agent 9 daarin loopt, verdrinkt hij. Apen kunnen zwemmen, tot een bepaald niveau. Maar ja, over het algemeen zijn mensen meer ontwikkeld en daarom spenderen wij meer tijd in het water. Vooralsnog zijn wij niet echt ontwikkeld voor het water zelf en is het voor ons meer een recreatieve activiteit dan daadwerkelijk een vaardigheid die we hebben op moeten pakken. Want als wij echt meer in het water zouden leven, zouden wij ook kieuwen hebben, of tenminste vinnen, waardoor zwemmen meer een mogelijkheid was. Maar ja,
probleem is, het waterleven en het landleven is zo tegenstrijdig met elkaar. Want als wij vinnen zouden hebben, zou het moeilijker voor ons zijn om te lopen. We zouden webbed feet kunnen krijgen, à la kikkers, wat op zich wel makkelijker zou kunnen zijn. Maar we zouden nooit onder water kunnen ademen. En onze longinhoud zou nooit groter kunnen worden, omdat onze borst veel groter zou zijn, waardoor lopen weer een groot probleem zou worden. Dus daarom is het één grote tegenstrijdigheid. En geinig nog, de blast door controls zijn een referentie naar de blast door controls van Star Wars. De sheriff beloofde me dat ik hulpsheriff kon worden. In de oorspronkelijke NTC-versie van de game, wanneer je de boot-challenge had gehaald en je kreeg Tony, kon soms zijn dat hij zegt van, je hebt al het ei, ook had je het ei nog niet. Maar dit is opgelost in de Greatest Hits en de PAL-versie van de game, wat weer laat zien dat de PAL-versie vaker later uitkwam en soms nog glitches eruit haalde. Agents 9 Lab is ook toegevoegd in de tweede van de 6 verschillende demo-versies. En 2 van de babydraken hadden andere namen. Beula was Faya en Tony was Timoteus. En niet Timoteus als in oké Timoteus, maar T-Y-M-O-T-E-U-S-Z. Timoteus. Dat is inderdaad een andere naam en echt een compleet andere naam waarvan je bijna u tegen kan zeggen, want dat is een redelijk grote naam. Nou, en meer van de levels hebben we gehad, want de rest zijn speedway levels of andere dingen. Nou, en hier zie je ook bijvoorbeeld dat ze op zoek zijn naar Sheila, want het is een wanted poster. En ik weet niet, ik heb iets met dit soort levels. Want vroeger op bepaalde campings had je van die hele kleine gebouwen waar ze arcades in hadden gestopt. En dan hebben we het over echt oude arcades. En een van de levels die ik, of een van de games die ik altijd heel erg leuk vond om te doen, was van deze sniper levels. Ik was er nooit goed in. Ik kon maar 2 of 3 levels door en dan ging ik dood. Maar ik vond ze altijd wel heel erg leuk om te doen. Daarentegen was ik altijd wel goed in de tennis arcade. Maar dat komt ook voornamelijk omdat de tennis arcade altijd een redelijk hoge, heel vriendelijk was. En altijd redelijk op lage difficulty was. En andere die ik daar vaak speelde waren Metal Slug en dat was het vaak. Ik kan me ook niet meer herinneren wanneer de laatste keer was dat ik daadwerkelijk op een arcade zat. Er is een arcade bij mij in de buurt, er is een BIOS met een arcade. Maar zelfs die zit ik soms in van ja. Je bent er voor de BIOS, je bent er niet voor de arcades. En echt arcades hier in de buurt heb je hier niet, dus. En dan heb ik al echt over een arcade hall. Ik weet niet of dat meer iets Amerikaans is. En daarom iets is. Ik weet niet. Wat ik wel weet is dat Japan meer een focus heeft op zulke dingen, maar ja. Dat is Japan. Dat vind ik ook op zich niet zo heel erg gek dat dat meer een ding is. Even kijken. Je hebt een paar arcadehals in. Ja, ik heb de drakeneieren gevonden. Goed. Ik ben goed bezig, of niet dan? Ga je het opnemen tegen de tovenares. Maar wees voorzichtig. Ze weet dat je komt. Even kijken. Je hebt die eentje in de buurt van Enschede. Eentje in Zwolle, zou ik zeggen. Eentje in Apeldoorn. En het is allemaal de Gamebox. Ik weet niet wat de Gamebox is. De Gamebox. De Gamebox, de Gamebox, de Gamebox. Ja, en dat zijn meer arcades onder het motto. Het zijn arcades voor specifieke dingen, zoals ja, hoe zeg ik dit? Die ook soms ziet op een kermis. Om zulke plusjes te unlocken. Of te krijgen. Hallo, jij moet Spyro zijn. Ik heb van veel mensen gehoord wat je allemaal voor ze hebt gedaan. Dus ja, maar het is niet echt per se wat ik zoek. Ik ben echt gewoon echt meer. Laat ik het zo zeggen, van die oude gebouwen waar die laat ik in kunnen storten als je er maar verkeerd tegenaan kijkt. Die gebouwen bedoel ik. Maar ja, het mooiste vond ik wel van die arcades vroeger. Je kon er 50 cent in douwen en dan kun je het gewoon normaal spelen. Als je nu waarschijnlijk een arcade zou spelen, dan ben je waarschijnlijk 2 euro kwijt per 5 minuten.
En dan zeg je echt dan u tegen. Maar ja, wat wil je ook. De tijd van arcades zijn ook voorbij. In die tijd had niet iedereen een NES of een SNES. In die tijd had ook niet iedereen een N64 of een echte console. Nu hebben steeds meer bedrijven... Nu hebben steeds meer bedrijven. Nu hebben steeds meer mensen het ook gewoon op privé, die dingen. Dus arcades waren ook gewoon steeds minder nodig. Als je ook nu maar kijkt, ik heb hier nu een PlayStation 5 staan en een Switch. En nog een oude Xbox 360 en een oude PSX. Daarnaast ligt er ook nog een 3DS en een SP hier. Dus ja, toegeven, die dingen zijn allemaal of zelf gekocht of gekregen over een goede... Nou, wat zal het zijn? 18 jaar? De PS5 en de Switch zat de minste tijd tussen. Want de Switch heb ik gehaald in... Ik wil zeggen 2019. Rond die tijd. Ja, waarschijnlijk rond die tijd. Want toen begon ik ook met Tokyo Mirage Sessions en al die dingen te spelen. Dus ik denk rond die tijd. 2019, midden 2019. Nou ja, en de PS5 heb ik gehaald ergens midden 2021. Dus ja, en dan heb ik de... Ik heb mijn 3DS gehaald in de periode dat Moon uitkwam. Pokémon Moon. En Xbox 360 had ik op launch. Kreeg ik op launch. Heb ik nog steeds heel veel spijt van. Want heel veel van mijn cd's zijn daardoor nog steeds onbruikbaar. Voor mensen die dat niet weten. Er was een probleem met de eerste machines. Een van die dingen is wel bekend met de meeste mensen. Dat was de Red Ring of Death. Alleen ik had nog iets ergers. Ik had een kapotte disc reader. Dus die maakte krassen op de discs. En wat die krassen er waren, werden de discs na verloop van tijd onleesbaar. Dus ik heb gewoon een paar games hier liggen die gewoon niet meer bruikbaar zijn. Ik heb de oude techniek gebruikt van tandpasta. Want tandpasta zijn uiteindelijk maar gewoon korrels waarmee jij je tanden schaaft. Voor mensen die niet weten dat het zo is. Het is gewoon schuurpapier. Als jij je tanden aan het poetsen bent, je bent gewoon bezig met schuurpapier. Alleen het schuurpapier is niet echt schuurpapier. Maar heel erg zacht schuurpapier. Als in je wil iets nog een klein beetje gladder maken. Ik steek muntjes nog in de fik. Ik steek muntjes nog volledig in de fik. Maar ja, dat is wel jammer. Maar ja, de Game Boy Advance. Ik had toch een Game Boy Color, een Game Boy Advance. Game Boy Color heb ik al vaak verteld. Die is gewoon... verdwenen dankzij familie. En SP heb ik hier nog liggen. Het enige wat het probleem is dat de internal battery is ronddraai. Dat is het enige. Voor de rest werkt hij ook nog. Alleen ik merk wel dat mijn handen... ook al heb ik geen hele grote vingers. Maar dat mijn vingers te groot zijn geworden voor het achterlijke ding. Want ik moet mijn vingers op elkaar neerleggen om de SP vast te houden. Maar ja, als je mensen moet vragen, was de ideale console? Voor mij is nog steeds de ideale console de Switch. Harm haat mij echt. Nou, haat me niet. Ik vind het heel raar, maar voor mij is het ideaal. Het is een portable console. Ik hoef niet mijn tv ervoor aan te zetten. Ik hoef niet heel veel dingen ervoor aan te sluiten. Ik kan de Switch oppakken en spelen. Als ik wil, kan ik ook gewoon dingen in mijn eigen tempo gaan grinden, terwijl ik andere dingen aan het doen ben. Want ik vind het soms een beetje te om een tv aan te hebben. Om te gaan grinden. En dan... mijn laptop of mobiel aan te hebben om andere video te kijken. Maar nu kan ik het gewoon handheld doen. Terwijl ik mobiel aan het eigenlijk aan heb. En ik weet niet, ik vind dat toch gewoon altijd iets beter. Fijner. Beter. Minder erg. Minder stroomverbruik dat ook. Maar ik vind het gewoon fijn als ik dingen kan oppakken en later weer weg kan leggen. En ja, sommige consoles hebben dat nu ook. Maar ik vind gewoon de handheld, gewoon de Switch, waar dat ik in de naam zit, gewoon heerlijk. Ik snap ook niet waarom ze de Switch Lite later hebben aangepast. Van ja, hij kan niet in de docker. Dus deze heb je dan altijd weer vast. En dan zit ik zo in van, ja, ik snap het idee. Alleen de Switch is een Switch omdat het switcht. Als een Switch niet kan switchen, is er geen Switch meer. Want een Switch die niet switcht, is geen Switch. En nu ben ik op zich ook heel benieuwd wat ze van plan zijn voor de Switch Pro. Want
ik zie nog wel gebeuren dat de Switch Pro een Switch is die, niet, die geen handheld kan zijn. Dus dan verlies je nog steeds de Switch van de Switch. Want dan kan de Switch weer niet switchen, want de Switch switcht niet, omdat de Switch vast zit. Maar ik ben tenminste wel blij dat de PlayStation 5 en de Xbox Series X niet meegingen in de flow daarvan. Van nee, die van ons is nu ook een handheld. Plunderen terwijl ik al het harde werk heb gedaan. Ik heb de hele dag op schakelaars gedrukt en dozen geschoven. En ja, mooi. Doodleuk naar binnen om de schat op te eisen. Nou, je mag hem hebben. Het is toch maar een stom ei. Ja, doos verschuiven. Ik heb genoeg Symphonia gespeeld voor een lifetime. En ik heb ook genoeg Capcom gespeeld voor een lifetime. Ik hoef geen dozen meer te verschuiven. Is voor mij niet meer nodig en het hoeft voor mij ook niet meer. En nog steeds niet klaar. Maar boeien, dat was het level. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters.